gaan 40 meter omhoog. Met een snelheid van de auto 95 km per uur. Oh. Oh. Zo! Lekker aan. Ja, dankjewel, Maron. Ja. We rijden samen op de boot. Oh. Maar daar gaan we dan. Ik kan niet denken, ik zei van nou ik wil dadelijk wel weg, maar ik kan hier eigenlijk wel heel lang blijven staan. Welkom iedereen bij deze nieuwe review. We zijn vandaag weer in Toverland. Hij is eindelijk open, mijn eerste bezoekje dit jaar. Geen mondkapjes, het voelt echt als een soort bevrijding vandaag. Heerlijk, binnenattracties open, we gaan genieten en natuurlijk als klap op de vuurpijl vanavond in Troy, of nou ja, in Troy. We gaan eigenlijk de Troy beklimmen. Ik weet niet hoeveel meter hoog, maar ik heb hoogtevrees. 35 meter. 35 meter. Nou ja, misschien valt het wel mee. Wordt super gaaf en ja, het is echt een klap op de vuurpijl toch? Ja, dat is tof toch? Fantastisch. Nou, we gaan in ieder geval een mooie dag beleven in Toverland. Ik heb zin in Phoenix. Dan gaan we daarheen. Sowieso. Hessel wilde wat proberen. Ja, want of we nog de bezem kunnen laten bewegen. Yes, ja. Bami salami. Oh nee. Hessel vertelt echt heel slecht nieuws. Ik lees nu toevallig op... Nee, ik wil het niet horen. Zeg maar. De blitzbaan momenteel gesloten is. Maar dat kan betekenen dat hij misschien straks nog open gaat. Daar gaan we vanuit. De blitzbaan, natuurlijk de Maximus Blitzbaan, echt een topattractie. We staan nu op het Port Laguna plein, om het zo te... Ja toch? Ja, Port Laguna plein. De main hub, zeg maar. Ja. En ze zijn bezig met het opbouwen van de duikshow, dus die komt weer terug. Hopelijk met een aangepast verhaal. Ik weet het niet zeker, maar het lijkt me wel tof om daar vernieuwing in te zien. Ja, precies. Dus het ziet er goed uit. Het ziet er weer goed uit, ja. Hoger dan Troy. Nee, niet hoor. Nee. Nee, dat is 25 meter. Oh, hij weet toch al die meters, hè? Ja, maar dat is zo. Dadelijk klopt het voor geen meter, hè? Nou, nee, volgens mij ja, tussen de 20 en 25 okay. Ga ik ruim zitten. Dit is helemaal nieuw. Doneer jouw flesje in Tover een glimlach op het gezicht van een kind. Voor mij heeft de Efteling dat ook recent gedaan met hun flesjes, maar die kan je nog gewoon hierin doen. Ja. We zouden eigenlijk naar de Phoenix gaan, totdat Hessel met een opmerking kwam. Merlin's Quest was maar 5 minuten. Ja, en Merlin's Quest heeft vernieuwingen in de attractie. Klopt, ja. In het dark ride stukje zelf. Ja, en ik wist dat niet, maar Hessel wist niet dat ook in de wachtrij dingen zijn aangepast, zoals nieuwe tekeningen. Nee, dat had ik nog niet had ik nog over het hoofd gezien. Toverland fansite, ja. Check het. Nou, dit is dan een nieuwe schets, nieuwe tekening. Volgens mij deze tekening ook, maar ik ga nu twijfelen. Nou, deze komt mij niet bekend voor. Nee, hè? Ik ben erg benieuwd, want meestal dan zie ik al het nieuws van Toverland wel voorbij komen, maar ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat er veranderd is. Nou, laat ik zo zeggen, één ding kunnen de kijkers wel zien, of kan jij wel meemaken, maar de kijkers niet. Oh, echt? Nou ja, dat is toch niet eerlijk? Ja, nou, daarvoor moet je dan hier naartoe komen. Maar dat zul je over een paar minuten zoiets zien. Oké. Daar gaan we. Oh. Ik ruik een geur, ik weet niet wat. Brandgeur. Een brandgeur, ja. Er staat extra niet op. Oh ja. Oh, wauw. Dus blijf mijn favoriete scène. Waarom? Weet ik niet. Ja, magisch. Het is heel mysterieus. Lichteffecten, ja. Echt heel mooi. Als ze een dark ride gaan maken, doe het in deze stijl. Dat is helemaal top. Wat heb ik dit restaurant ontzettend gemist, de Flaming Feather. Ik hoop dat die wel open gaat. We zijn natuurlijk best wel vroeg. We zijn rond 11 uur in het park gekomen. Dus ja, misschien rond de middag
dat we hier even een plekje kunnen nemen. Nee. Waarom? Waarom is hij gesloten, Essel? Ik denk omdat het een doordeweekse dag is. Buiten, en het is nog geen vakantie. Wat gaan we eten? Moeten we dan aan de patat? Ik ben bang dat we aan de patat of de pizza moeten. Tjonge, jongen. Ja, sorry, ik kan het er ook niet meer. Vlees! Ja, kroketje! Kroketje! Bami schijf! Heerlijk! Kraakstaaf! Heerlijk! Kaas of vlees? Oh nee, dat weet ik niet. Ja, die hebben ze ook. Ja, maar dat is geen vlees. Maar ook lekker, wel lekker. Al ham soufflé? Ham soufflé? Nee, dat staat. Nee. Ja, wie weet. Vind het uit en wordt rijk. Ik wil een stukje Phoenix. Ja, is goed. Ja, dat is hem, hè? Ja, daar gaan we voor. Heerlijk. I love it. Wel wakker worden, hoor. Ook al word ik wel wakker door Merlin's Quest. Ook door Phoenix. Dit is de echte wakkermaker, hè? Zeker. Lekker 5G. Heerlijk. Ja, Hessel zag nog iets over een paar winkeltjes die waren gesloten, of restaurantjes die waren gesloten. Ja, waarschijnlijk omdat het nu dus nog laagseizoen is, dus er is nog geen zomervakantie en zo. Dan houden ze in de doordeweekse dagen waarschijnlijk alleen gewoon de main restaurants open. Want bijvoorbeeld, ik zag dat de Fleming verder is dicht, Katara Plaza, wat dus bij Fountain of Magic Katara is. Ja, ja. En in Land van Toos is het dicht. Dus het enige horecapunt waar je echt wat kan eten is... Patat, ja. Waddenstube. Ja. Patat, pizza. Oh ja, is en niet erg. In Port Laguna kun je patat krijgen. Is ook lekker, dat is ook lekker. Nou ja, dat dus gaat er ook wel in. Alles gaat erin natuurlijk. Het aanbod heerlijk. Vandaag is iets minder gevarieerd dan normaal. Maar in de weekenden is natuurlijk alles open. Dan kun je gewoon zoveel eten als je wilt. Ja, en een grote tip van Hessel. Je moet niet gaan lunchen. Want ja, weet je, al die school... We hebben denk ik wel... 15 bussen geteld op de parkeerplaats. Hartstikke mooi natuurlijk voor die kinderen. Maar ja, die gaan allemaal lunchen natuurlijk in de middag. Ja, die krijgen tussen 12 en 1 allemaal patatjes met frikandel kroket. En dat een hamsoufflé, lekker hamsoufflé, heerlijk. Dus dan is het echt drama daar, dat wil je niet zijn. Nee, je spreekt nee. uit de ervaring. Nou, we gaan in ieder geval naar de ingang. Ongeveer een half uurtje wachten, we gaan de GoPro omdoen. Kunnen jullie ook even meegenieten van een ritje? Dat wordt gezellig, toch? Genieten. Genieten. Zo, lekker man. Yes. Eindelijk weer Phoenix. Mijn kop niet? Ja, die kop is ook mooi hoor. Ja hè? Kijk dan. Mooie beweging hè? Oh, heel soepel. Ja. Oh. En het is droog. Ja, sorry. Beetje. Komt wel goed. We gaan 40 meter omhoog. Met een snelheid van dadelijk 95 km per uur. Heb je nog statistieken, Essel? Baanlengte weet ik zo niet. Langzaam. In ieder geval, we gaan 5G halen zo. Dus zo meteen 5 keer zo zwaar als normaal. Heerlijk. Gelukkig maar voor een hele korte periode. Ah, dat uitzicht blijft er fenomenaal. Gaan we over de baan in. Heerlijk zo. Zo hard terug in deze baan. Ja. Hoe ziet mijn haar eruit? Wild. Het is echt heerlijk hè. Phoenix. Het is zo goed dat je gewoon dat zwevende effect hebt, vooral daar in die bocht. Het is fantastisch. Ja, maar het gaat ook gewoon snoeihard. Echt keihard. Er zijn nog een paar mensen die zagen ons met een camera, opvallend. En die willen nog wat zeggen volgens mij. Nou vooruit. Je kans, pak je kans. Hoe jij nou shout-out naar mijn moeder en mijn vader en mijn vriendinnen. Nou, dat is toch aardig. Shout out naar je mams en paps. Dus als je kijkt, super awesome. Fijne dag. Mijn vriendin. Hoe heet je vriendin? Rania. Als je kijkt, doe een duimpje omhoog. En Jessie. Oh, nog meer. Ja, nee, nou is de zendtijd voorbij. Wel de plaats waar we heel graag naartoe willen gaan. Het indoor gedeelte, wat ook gesloten was natuurlijk. We kunnen eindelijk lekker naar binnen. Heerlijk. En zonder mondkapjes. Oh, verrukkelijk. Zolang je maar gewoon afstand houdt natuurlijk. Uiteraard. Oh.
Hier ook een nieuw kraampje met lekkere suikerspinnetjes. Mooie locatie. Oh, Ben & Jerry. Ben & Jerry. Nee, dit is niet de wachtrij voor de draaimolen, maar de Maximus Blitzbaan. Ja, klopt. Een beetje een alternatieve route. Ja, omdat ze hebben waarschijnlijk dat binnen, die hele mooie binnenwachtrij is dus helaas dicht. Dus je reist via de andere kant ga je er langs. Nou ja, wel weer iets nieuws. Ja, daarom. Oh, kijk nou hier. Ja, hier zijn we ook wel eens geweest natuurlijk. Updates en alle dingen van de Toverland fan. Oh ja, en congressiezaaltje. Ja, dat zo heet het, hè? Comfortainment Room. Oh. Nou, mooie naam. Kijk die melden ook. Jongen. Heeft hij weer een ijsje, hoor. Heerlijk. Je kan niet een dagje pretpark zonder ijs nemen. Nee, oké. Welk heb je? Ziet eruit als aardbei. En framboos. Aardbei en framboos. Heerlijk, ja. Ben je dan nu weer framblij? Ik dacht dat er een soort van projecties waren bij de ramen. Kijk, je dan Toze Morrel ziet. We bleven echt een 10 minuten staan. Niks gevonden. En zou het kunnen misschien dat het in het Tolverhuis is? Ja, want die is wel benieuwd ook, hè? Ja. Ze hebben een kamer van Toos gemaakt, een soort slaapkamer. Dus dan gaan we even kijken in het Toverhuisje. Nou, we zijn binnen. We gaan eens even kijken. Wat is er nieuw? Ik zie wat heksenhoeden, wat kleding, wat koffers met spulletjes. Ah, dit is mooi gedaan. Ik kan me niet herinneren dat het zo is aangekleed hier. Doe je ook je onzichtbare cape even aan? Onzichtbare cape, ja. Ik zie ook allemaal hoedjes hangen hier zo. Vrij donker, maar ja, daar zie je er wel in. Stoel staat daar. Oh, kijk nou! Toos en Morrel. Ja, en nieuwe effecten met de klok. Ja, dit ziet er goed uit. Het bed komt nog steeds omhoog, dat effect zit er gewoon nog in. Maar de aankleding is echt veel beter. Heel mooi. Oh, en ook allemaal portretjes. Met Toos en Morrel. Leuk zeg. Gaat de bezem bewegen? Oh, de bezem bewegen, ja. Dit herken ik ook allemaal niet. Echt heel tof. Oh, kistje gaat open. Kijk daar nou. Scheuren in de muur in de vorm van een hoed. Heel gaaf. Ik kom niet heel vaak in het Toverhuis, maar je ziet duidelijk verschil. Zoveel details hier in die huisjes, of in die scènes eigenlijk. Ja, die doet het nog. Gerbel te ruiken. Volgens mij zijn er buiten niet echt dingen veranderd. Vooral binnen in het huis. Ja, dit herken ik nog allemaal. Volgens mij is dit wel weer nieuw. En als je deze activeert, dan bewegen al die klingels. Al die windvangers. Windvangers, klingels. Deze attractie is ook vernieuwd. Ze hebben een ander zeil, een andere foto hebben ze toegevoegd. En later gaan ze ook nog een torentje toevoegen met een dak erop. Dus dat maakt het helemaal af. Deze attractie willen ze ook veranderen. Dit is natuurlijk de oude Morrel. Beetje zagrijnige boef eigenlijk. En ze gaan in ieder geval dat logo gaan ze met Toos en de nieuwe Morrel. Gaan ze dat erop zetten? Wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Lekker bezig met de onderhoud. Expedition Zurg. Helaas, ik had wel een ritje willen maken, maar daar komen we wel weer een keer terug. Lekker bezig, mannen. Shoutout! Het Funhuis! Villa Fiasco! Wat is je handig met de camera? Mijn grote vraag aan jullie is: wat doe je als het regent? Dan ga je een waterattractie in. Tuurlijk! En de bomenstammetjes zijn dicht. Dus dan ga je naar de Django River. Exact. Dat is heerlijk. Gewoon lekker verfrissend. Nou, het regent een beetje. Het is miezerend. Het is echt miezerend. Je ziet het niet op regenradar. Je wordt er een beetje. Ja, maar je wordt er wel zeiknat van. Dat is Dat is het. Nou, we gaan even een ritje maken. Hoorde ik baby zal huilen hier zo. Nou, de tuinman is lekker bezig om het allemaal mooi te maken hier. Hoort erbij. Zoveel natuur hier. Nou, prachtig. Heeft ook zijn benodigde aandacht nodig. Netjes. Waarschijnlijk vooral onkruid weghalen.
Onkruid, ja. Of dood, wat dood is misschien. Zou zomaar kunnen, ik weet het niet. Ik ben geen tuinman, dus... Ik vind je wel een mannetje voor de tuinieren. Zie jij groene vingers? Ik niet namelijk. Kom nog. Ooit. Wat niet eens kan er komen. Ja, kunstgras. Kunstplanten. Die laat ik zelfs nog doorgaan. Trouwens, heb jij die wel eens gezien? Zeker, die in de hangmat. Ja, ik kijk er altijd nooit naar. Hij ligt gewoon lekker te chillen. Heel mooi. Oh, zonnetje, Django-ripper. Geniet er net. In de regen, kan niet beter, toch? Dat wordt je toch al. Oh. Heerlijk. Het is een mooie attractie, hè? Ja, het is wel leuk altijd. Goud. Ik wil een capuchon op. Oh. Woe! Zo! Zo, we spinnen even flink. We spinnen even flink, Hessel. Vorige keer bij de Piranha heb ik ook zo genoten. Ik vind Piranha ook echt zo'n leuke attractie. Maar deze boten zijn weer heel anders. En ja, gewoon weer een heel ander gevoel. Vind ik zo tof. Het komt zelfs door de midden hier naar boven. Ja, helemaal enthousiast natuurlijk. Heerlijk. Wow. We draaien wat klik. Dat was, we draaien echt veel, hè? Ja, leuk toch? Oh jee. De grote waterval. Oh nee! Ja, die straaltjes, ja, die komen altijd bij mijn plek aan, hè? Zie je het? Altijd. Ik ben er al. De camera's ook zijn nat. Ja, er hangen druppels aan de zijkant, joh. Zo. Oh, er komen de vissers. En weer naar jou, hè? Weer bij mij, serieus. Pak alleen maar mij. Ja, dit is wel smerig, hoor. Dat is een smerige, kijk. Oh, heel vies. Heel vies. Een paar druppeltjes. Ja, maar het is meer regen dan Django water. Nou ja, ik denk dat vooral de camera het meest heeft opgevangen. We gaan door naar Port Laguna, want we gaan even kijken in het souvenirswinkeltje. Ik zag net Toos en Morrel, ze staan de kinderen achterna een beetje spelen, een beetje gek doen. We gaan even kijken, want we moeten ook naar dat winkeltje. Gaan we even kijken wat ze aan het doen zijn daar. Kijk nou, hoe leuk. Tegen de hoek. Hallo! Oh! Oh, ja, lekker aan. Ja, dankjewel, Moron. Ja. Oh, dat is een mooi beeldje, hè, Sol? Deze die bedoelde je net. Ja, die is mooi. Die vind ik ook gaaf. Met Avalon, met een zwaardere steen. Maar het mooie, is een lop te voeren. Morrel die smeerde net, zat in zijn neus en smeerde het af aan mijn jackie. Nou, ik zou hetzelfde doen zo. Ja, nee, ja, maar echt een beetje een vies vark is het wel. Nou, ze zeiden dat het op is op was uitverkocht pins, maar hier hangen er nog heel veel. Dus mocht je nog een pin willen, dan kan je hier nog terecht. Er is een show, helaas mag je die niet binnen filmen, maar is het van het magazijn. Ik ben wel benieuwd of het is veranderd of vernieuwd, hè. We gaan het zien. Elke 10 minuten een show. Beste neuzel, wacht u hier tot de geheimen van het magazijn worden onthuld. Iedere 10 minuten openen wij de deur voor twee gezinnen. Familie Magistralis. Nou, ja, helaas, je mag niet binnenin filmen. Maar we kunnen dadelijk vertellen wat er ongeveer gebeurde. En anders moet je de show lekker zelf gaan bewonderen. Exact. Ivy, wat vind je ervan? Ja, ik vind het toch wel leuk altijd. Ivy is wel schattig, hè? Ja, wel leuk. Ze zei net dat ik een mooie ring had, maar ik heb geen ring. Oh, misschien hoopt ze dat je een mooie ring hebt. Ooit op een dag. Hessel, ik zou het wel leuk vinden als er een soort van mascotte komt, dat hij in een pak loopt. Iemand in een vogelpak. Kun je dan niet gewoon net zo goed gewoon zo'n vogel, een beetje oranje, een beetje paaskleur en dan hier laten rondvliegen, zo'n papegaai of zo? Oh ja, net als in Sprookjesbos met al die duiven, die gekleurde duiven. Doe je dan zo'n papegaai. Dat is misschien ook een beetje dierenmishandeling, maar ja. Ja, dierenleed, ja. Nee, dat klopt, zeker. Erg verrassend, de show was vernieuwd, veranderd. Oh, sorry, zit ik niet die paraplu te maken? Ja, ik zit weer met die paraplu. Sta maar even stil, zo. Ja, het is nog steeds een beetje aan het regenen, meneer, maar het was echt verrassend leuk. Hij was ook lichtelijk vernieuwd, want ik denk dat de laatste keer dat wij hem hebben gezien 2019 is. Ja, erg lang geleden. Maar leuk geacteerd, ook superleuk. Interactie was tof, ook met die anderhalve meter hebben ze goed opgelost.
Ja, precies. Dat was echt, echt leuk. Het was gewoon, ja, gewoon leuk inderdaad. En ook entertainment een beetje, een mix van eigenlijk. Ja, maar normaal deed één iemand het, maar nu was er ineens, waren ze met z'n tweeën. Dat was ook heel leuk. Dat was heel leuk. De interactie en magie en ga het gewoon een keer beleven. Ja, is gewoon leuk. Gewoon zoals wij, ik zei net tegen Vincent, normaal op een drukke dag dan doe je dat niet zo snel. Nee, klopt. En als het heel rustig, heb je wat tijd over en denk je, nou, pak neem gewoon mee. Ja, zeker. En het is regenachtig, dus ja. Waarom niet? Wat een onzin, Toos! Laat die kaart nou even zien! Nee, Morrel, ik was druk bezig met kijken. Geef nou hier! Morrel! Oh, Morrel, kijk nou wat je doet! Oh, dat heb ik niet gedaan hoor, Toos. Dat heb jij gedaan. En als jij mij die kaart niet wil geven, dan ga je toch lekker in je eentje verder schat zoeken. Pwah. Zo, even heerlijk rustig genieten van een chocomel. Heerlijk. Terwijl Vincent even lekker geniet van een chocomelletje, zit ik lekker even in het mooi. De rode wachtrij stond al van onderaan de trap. Ja, het is genieten. Puur genieten. En het bijzondere, wij lopen dus straks hier naar boven. Volgens mij is Hessel eventjes ergens anders, momenteel. En die heeft het voor mij iets minder rustig. Oh, heerlijk. De enige echte chocomel. Ja, wat zijn de plannen nog voor vandaag? Ik weet het niet. Wacht even tot het droog is. En dan lekker in de achtbaan. Maar ja, Troy komt nog. Die regen doet goed voor de achtbanen, want verdorie wat rijdt die soepel door. Ik heb de Troy klimbandjes, die kunnen we voor vanavond gebruiken. Dat was lekker ritje. Het duurt wel lang allemaal zeg. Komt hij al? Ik denk dat Vincent zometeen nog wel een ritje meedoet. Je merkt niks van die regen. Genieten. En hoe was Troy, Hessel? Heerlijk, hij reed echt gewoon soepel. Ja, maar goed. Komt ook, de baan is een beetje nat, dus dan glijdt hij over de baan. Heerlijk is dat. Mooi, hè? Verrukkelijk is dat. Nou, we gaan even naar de paardjes van Ithaca. Ja. Kijk eens even, prins op het witte paard. Wat zeg je? Jij wilt op de vlog? Nou. Ja, je zit erop. God. Ja, als de mensen je zien met een camera, is het altijd de eerste vraag. Ben je een YouTuber? Da Vinci Tel Games. Ja, hartstikke lief, echt leuke mensen ook. En er kwam een jongetje die nu kijkt, die vroeg ook, mag ik je telefoonnummer? Ik zei, nou, ik vind het wel leuk wat ze allemaal vragen en zo, het is echt leuk. En Hessel, is dat je broer? Nee, is een vriend van me. Oh mijn god, ik ga sneller dan jij, ja. Maar, hoe kan dat? Wat, hè? Maar, ik ga echt, dit heb ik nog nooit meegemaakt hier. Nee, wat is dit? Wat is dit? Ik krijg het van die world. Nog nooit gezien! Dit is dit weer? Dit hebben we altijd! Wat is dit? Dit is toch prachtig! Ik krijg inderdaad Funny World! Is nu ga je botsen! Niks gedaan! Ik zweer! Ik kom nog uit! Nee! Dit is echt mooi dit! Oh, ik heb vorige keer weer ja, genoten! En de compilatie komt volgende week op het kanaal! Zeker kijken, een top 5 leukste momenten in de pretparktrip die we hebben gedaan. Zeker kijken, absoluut. Maar dit was één zo'n ding ervan. Dat is echt geniaal. Het begint weer onverwachts te regenen, maar maakt niet uit. We gaan lekker naar de Boosterbike. We gaan omhoog, we gaan omlaag. We rijden vlug, we rijden samen op de boot. Oh, wow. Verkeerde parkpunt. Ja, dat is waar. Nou, hopelijk binnenkort plopslaan. Maar eerst genieten van Zee Toverland. Ik heb niks gezegd, sorry Toverland. Ik zou zeggen, veel plezier. Samen. Ah. Maar krachtig weer, hè?
en St. Vincent vangen veel regen. Ik wil dat is een gezegde, dat wordt in zo'n woordenboek, zo'n gezegdeboek, zo'n spreukenboek. Ja, dan komt dat erin staan. Oh, heerlijk. Ja. Also, je mag gaan, jongen. Pizza. Pizza. Ik heb een snackbox. Nou ja, hartstikke leuk. Frietje, taxi, lekker kaas en vleetje. Heerlijk. Eet smakelijk. We hebben lekker gegeten. We gaan dadelijk natuurlijk Troy beklimmen. Dat wordt super vet. We hebben heel veel zin in. Echt, ja. Gelukkig is het wel weer een beetje droger geworden, maar het is gewoon wisselvallig of zo. Ja, het is gewoon ja, prut. Het is gewoon prut. Het is prut. Zul je net zien. Toen we eerst Troy zouden klimmen was het gewoon echt storm. Nu is het weer prut. Dat betekent dat volgende keer helemaal het woord is. Ja, dus ja, drie man scheef recht, maar het gaat hopelijk gewoon door. Absoluut. We gaan dadelijk op nu nog even een attractie doen, voordat het park echt sluit om 6 uur. Nou Hessel, het gaat gebeuren. Eindelijk. Na zoveel lange tijd. Echt, en ja, gelukkig geen windkracht 10. Ook het regen is gestopt. En wij gaan dadelijk deze harnassen aandoen. En dan gaan we dus, hoeveel meter nog? 35 meter. 35 meter. De lucht in? Ja, dat is weer boven. Oké. Nou, komt helemaal goed. We gaan ons zoveel mogelijk filmen. En ik vind het een beetje spannend. Toch wel. Het is, het is wel weer iets unieks, hè? Dat wel. Ja, zeker. Top. Nou, we gaan ervoor. Maar je moet hier op instappen. Pak je hier naar binnen. En dan rechts naar links. Oh. Of je moet hier? Nee, hier naar binnen. Oh, hier toch? Ja, oké. Okay. En dan mag je hier. Zit het een beetje goed? Het voelt als een bretel zo'n beetje. Ja, ja, maar je komt natuurlijk... Nou, laat ik zo zeggen, je komt straks helemaal erin te hangen, dus... Even mijn hemd in mijn broek. Verstandig. Ja. Lukt het? Zeker, is mijn telefoon zit in de weg. Hier maar weer, er komt echt veel bij kijken natuurlijk. Ja, veiligheid boven alles. Dus dadelijk moet ik ook deze hand even vrij houden. Gaan we deze aandoen, de GoPro. En zo gaat het waarschijnlijk op zijn hoofd doen. Ja. En zo gaan we naar boven toe. Ja? Ja. Hallo, dames en heren, mijn naam is Basje. Ik wil dat zeggen, ben je een beetje Basje? Ja. Nou, we beginnen deze paal, denk ik. Bij Troy aan de haak slaan. Ja, denk het wel. Kapitein Haak. Nou, daar gaan we dan. Ja, je steekt allemaal boutjes uit. En moet het wel een beetje uitkijken, want het is allemaal ingesmeerd. Allemaal vet. Ja, daarom. Ik ben heel voorzichtig. Maak hem hier vast. En dan kunnen we gewoon lopen. En als we dan bij de volgende zijn, bij de houten balk, dan, dan moeten we de volgende pakken. Die hangt hier aan de zijkant. Dus die doe je weer aan deze. Glad, dus je moet wel uitkijken waar het loopt en het alles met één hand doen. Hessel, hoe voel je, jongen? Ja, dat is wel tof om hier te staan eigenlijk. Echt bizar gewoon, echt bizar. Ja, ongelooflijk. En die meneer hier zo, die doet het gewoon elke dag. Elke dag. Dat is echt vrij. Ja, toch? Oh ja, tenzij hij vrij is. Hij gaat hier voor de lol erboven. Maar voor het controleren van boutjes, schroefjes, noem maar op. En hij zei, oh, ik kom hele gekke dingen tegen. Waarschijnlijk, ja, zonnebrillen, wat heb je allemaal nog meer? Hè? Wow. Hopelijk geen camera's, geen camera's. Ja. Oh jongens, we zijn er bijna. Al een paar treden. En dan komen we boven. Ja, dit is toch wel echt bizar dit. Normaal zie je dit maar een paar seconden natuurlijk. Voordat je de afgrond instort, maar... Dit is toch best wel bizar eigenlijk, jongens.
En ik heb best wel last van hoogtevrees, maar nu ik hier sta voelt het toch heel anders. Je hebt toch wel veel om je heen, je staat stabiel, veel hout om je heen. Dan kan je goed vasthouden. Het is toch iets anders dan normaal eigenlijk, toch Hes? Ja, dit is echt tof. Dit is echt heel tof. Wauw. Ja, het uitzicht is ongelooflijk. Ik denk dat dit wel het mooiste uitzicht is voor een totaal overzicht van Toverland. En dan zie je ook gelijk waar ze nog kunnen uitbreiden. Of althans, waar nog gewoon plek is voor attracties. Toch? Ja, dat wel. Hoe vind je dit nou hier? Ja, dat is, omschrijf dit in één woord. Bizar. Ja, hè? Het is iets wat inderdaad best wel veel mensen konden doen, maar het was wel voor een hele exclusieve tijd. En ja, wij konden natuurlijk niet vanwege het weer gewoon doen. En ja, het is best heel bijzonder om dan hier nu te mogen staan. Echt, maar we zijn echt goed beveiligd. Ik zei van nou, ik wil dadelijk wel weg, maar ik kan hier eigenlijk wel heel lang blijven staan. Het is gewoon, weet je, uitzicht is altijd mooi. En als je dat over een heel mooi park hebt hier, waar je gewoon alles ziet. Je ziet alle attracties, behalve natuurlijk in het indoorgebied, maar je ziet gewoon hoe groot en natuurrijk Toverland is. En dat, daar mag je best als park trots op zijn, denk ik, toch? Ja. En ondanks dat ze gaan uitbreiden, zullen ze sowieso al het natuur weer terugplaatsen. En waarschijnlijk nog dubbel zoveel. Dus ja, weet je, kom erop met die uitbreidingen. Dat was ook wel te zien bij Avalon, hè? Zoveel groen. En eerst natuurlijk die zandvlakte toen met onze bouwhelm daar rondliepen over dat terrein. En kijk nou hoe groen het allemaal is en hoe prachtig. En de vogels genieten, de zwaluwen nestjes maken. Het is gewoon compleet, weet je. Dus kom erop, goed voor de natuur, uitbreidingen. Hotel, dark ride, ik ben ervoor. En een goede achtbaan weer. Een nieuwe achtbaan, alles komt eraan. Zo, nou het zit erop. Een hele mooie dag Toverland zo. Prachtige afsluiting. En wij gaan weer rustig naar beneden. En vooral het is glad, dus naar boven gaat iets makkelijker dan naar beneden. Dus wish us luck. Even oppassen. En heel erg oppassen. Dus tot zometeen. We zijn weer terug op de grond, we gaan naar het station toe. Oeh, ja zie je het? Ik glij gewoon weer bij, ik zweer het. Het is geen geintje, het is echt spannend soms. Oh man. We did it! Woe! Ja, echt, wat een ongelofelijke manier om het park zo te zien. Ja, normaal zie je het inderdaad 5 seconden dat je van boven bent en dan stort je weer naar beneden. Maar nu, ik had gewoon lekker rustig kijken, gewoon rustig aan. Foto's maken, vooral dat. Ja, dat is echt tof. Echt heel gaaf. Dus echt 10 van de 10. Als het ooit weer kan, als het inderdaad weer zo'n situatie voorkomt, zoals dit jaar met corona, doe het. Het is echt waar. Het is waar. We hopen natuurlijk niet, maar mocht je het kunnen doen, doe het zeker, want je wilt het niet missen. Nee, dat is absoluut. En op camera ziet het er altijd net even anders uit dan in het echt. En dat is logisch, maar het voelt ook echt heel anders. Dus, precies. Oké, we gaan naar het einde. Hoe komen we thuis, Hessel? Het zit allemaal dicht voor mij. Ik ga proberen. Wacht, ik ga even kijken of dit open is. Gelukkig, ja. Nou, was mooi. Nou, ik ben de laatste bezoeker van vandaag. Sluit maar mooi af. Nou, dit was de dag. Ja. Een bijzondere dag zou je nog wel kunnen zeggen. Een hele mooie dag. Ondanks hebben we toch goed naar ons zin gehad, toch? Ik wil net zeggen, we hebben gewoon rustig aangedaan. We hebben gewoon lekker de indoorhallen een beetje verkend. En uiteindelijk gewoon het hoogtepunt van de dag was droog, dus dat is mooi. Ja, en ook hoogtepunt droog. Ik dacht je zegt hoogtepunt trooi, want dat was echt... Daarvoor kwamen dat eigenlijk stiekem, het was wel het letterlijke hoogtepunt van de dag, hè? Ja, dat zeker. Ja, het was echt fantastisch. Daarvoor kwamen we eigenlijk, maar natuurlijk ook om weer de attracties te doen die we normaal niet konden doen. Vooral de binnengedeeltes natuurlijk. Ja, precies. Ja, en ondanks de schoolreisjes was het zeker prima te doen, want we hebben alle attracties al zo vaak gedaan. Daarom dus. En ik weet geheid of van het zomer of met Halloween nog wel een keer. Sowieso Halloween, dat kan je verwachten op het kanaal. Ze zijn al druk aan het zoeken naar acteurs. Dus mocht jij toevallig goed kunnen acteren, meld je aan voor Toverland. En we willen ook Toverland bedanken voor natuurlijk hier mogen filmen. De kaartjes, super dankjewel weer. Yes. En je ziet ons vast en zeker volgende keer weer terug. En anders snel weer bij een ander park of weet ik veel wat. Nou, Hessel, aan je toe. Doeg! Ja, was die goed?